Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik wil het hebben over een heel grappig statement, wat ik wel eens hoor van ondernemers of van marketingmedewerkers en die dan zeggen: mijn website staat bovenaan in Google. En als iemand dat zegt, dan krijg ik altijd een klein vraagteken in mijn hoofd van: hoe bedoel je dat precies? Mijn website staat bovenaan in Google? Want dat klinkt namelijk alsof je er bent, alsof je. Marktleider bent alsof je King of the World bent, alsof je ja, bovenaan staat, alsof je er bent. Maar, maar wat is dat dan precies? Hè? Jouw website bovenaan in Google hebben. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en voice. Wat er meestal wordt bedoeld, is dat de website op een specifiek zoekwoord, en dat is dan bijvoorbeeld het Hoofdzoekwoord van, van die niche of van die branche, dat die website daarmee bovenaan staat. En dat ze daarom bedoelen, mijn website staat bovenaan in Google. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel raar, want ja, uh, super dat je website bovenaan staat op dat zoekwoord, top. En nu, weet je, nu ga je toch niet niks doen. Er is toch altijd nog een volgend zoekwoord om te veroveren. Er is toch altijd nog een volgend zoekwoord om content voor te maken of, of iets waar je nog niet mee bovenaan staat. Ik heb nog nooit een niche gezien die maar uit één zoekwoord bestaat of uit één groep zoekwoorden. Sterker nog, ik heb nog nooit een niche gezien die maar bestaat uit tien zoekwoorden zo'n beetje. De, de enige niches die ik ken bestaan uit tientallen, honderden, misschien wel duizenden verschillende zoekwoordgroepen waar je altijd op wil scoren of waar je altijd naar probeert om op te scoren in elk geval, want al die verschillende zoekwoordgroepen kunnen gewoon klanten aanleveren. Dat betekent dat er dus altijd een volgende stap is. Er is altijd een volgende mogelijkheid voor groei. Er is altijd een volgende mogelijkheid om je site of shop nog beter of groter te maken. Om nog meer mensen aan te spreken die jouw product of dienst willen afnemen. Dus zeggen dat je website bovenaan in Google staat, dat kan helemaal niet. Want ja, je kan bovenaan staan voor een zoekwoord. Maar niet gewoon in zijn totaliteit. Alsof dat een, alsof dat een absolute staat is. Ik sta bovenaan. Punt. Want als sta je bovenaan op het hoofdzoekwoord, kan je altijd nog uitbreiden naar bijzoekwoorden. Als je bepaalde producten verkoopt en je staat bovenaan in Google op al die producten, kan je altijd gaan nadenken van oké, okay, wat voor problemen lossen hier mensen uh, op met die producten? En kan ik daarop scoren? Wat voor andere middelen hebben ze? Uh, of je kan zelfs denken: oké, okay, mijn bepaalde doelgroep uh, doet X en Y. Um, wat willen die graag zien of lezen? Wat misschien niks met mijn producten te maken heeft. Als je bijvoorbeeld schroefjes verkoopt. En je staat bovenaan op alle zoekwoorden die met die schroefjes te maken hebben, dan kan je daarna gaan denken: van oké, okay, waar gebruiken mensen mijn schroeven voor? Nou, waarschijnlijk om te schroeven in hout, in beton, in uh, ijzer of staal of, of ander metaalachtig uh, apparaat. Als je bijvoorbeeld schroefjes verkoopt, moet je daarna gaan denken: van oké, okay, ik sta bovenaan op al die schroefjes, dat is top. Maar wat doen mensen ermee? Nou, ze schroeven ermee in verschillende materialen. Dus in hout of in beton of in een metaalsoort. En daarnaast schroeven ze ook van alles in elkaar. Dus uh, blokhutten of uh, uh, speeltoestellen. Of ze bouwen er een huis van. Of ze renoveren de vloeren ermee. En schroeven gebruik je voor heel veel zaken. Je gebruikt het heel vaak als oplossing. Je gebruikt het vaak als middel. Je gebruikt het om een probleem op te lossen. Dus er is nog veel meer content te maken om al die mensen naar jou toe te halen en je ze jouw schroeven te laten kopen. Dus als je jezelf ooit hebt betrapt om dat te zeggen, realiseer je dan dat dat gewoon eigenlijk niet bestaat. Er is altijd een volgend level, er is altijd een volgende groep zoekwoorden, er is altijd de volgende kans om nog meer te groeien, om nog meer mensen binnen te halen, om nog meer omzet te draaien. Dus zeg nooit meer dat je website bovenaan in Google staat. Zeg dan, ik sta bovenaan op een bepaald zoekwoord en we zijn nu bezig om de volgende te veroveren, omdat we verder willen gaan groeien. En succes met het vinden van de volgende groep zoekwoorden en de volgende kansen om te groeien, want gegarandeerd. Elke website, elke webshop, er is altijd nog een volgende groep zoekwoorden om nog meer omzet uit te halen. Ik zou zeggen: succes en ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice.